Christmas spin in your head. Can you feel it coming back? The new one for the coke you brought until we're there. We're coming home now. We're coming home now. Hey, go! Mijn naam is Joost Tiemersma van Woon en Slaap Megastore. En u, hoe lang zit u al in Almelo? Wij zijn zo'n beetje 14 jaar gevestigd in Almelo, waarbij we zijn begonnen aan de Berkelstraat. Voor alle Almelo's die ons kenden als Outlet Store Plus. En zitten nu 4 jaar op de Woonboulevard in Almelo. Nou, we zijn eigenlijk met de ondernemers, winkeliers en vastgoed hier op Woonboulevard 1,5 jaar bezig om hier weer een mooi plein van te maken. Vooral de regionale functie terug te krijgen, die het eigenlijk in jaren 90 ook had. Het positieve daaruit is dat we met zowel gemeentes als met vastgoed en winkeliers om tafel hebben gezeten. Daar is ook een heel mooi onderzoeksbureau mee bezig geweest. Dat rapport wordt 11 januari gepresenteerd. Door die ontwikkeling zien wij terugkijkend naar de jaren 90, dat wij die regionale functie weer terug willen hebben. En dat gaat ons zeker lukken nu ook nog het Polman portefeuille verkocht is. En een nieuwe retail investeerder, ook een hele interessante club die ook fanatiek is en graag wil dat het weer vol komt te zitten. Dus voor Almelo en de regionale functie vooral een heel mooi ontwikkelingsverhaal. Wie heeft het gekocht? Dat is meneer Henk Maas van de Brink, vanuit een investeringsgroep doen ze dat. Ze hebben natuurlijk het ook gekocht om er weer wat moois van te maken. In dit geval heeft deze partij al veel ervaring in Duitsland vooral. Er staat een deel leeg, vooral de rechter vleugel staat leeg. Wij kijken vooral naar een stukje infrastructuur, ook de buitenkant, de layout, de uitstraling natuurlijk om op te pakken. En daarmee ook weer nieuwe grotere partijen, ketens te interesseren om hier te komen zitten. We zijn gezamenlijk met de gemeente aan tafel gaan zitten in soort sessies. Om te kijken van waar staan we, waar stonden we en waar willen we naartoe. En juist door die samenwerking, waarbij ook vastgoed bij aangeschoven is, hebben wij een heel mooi rapport kunnen maken. Uiteindelijk heeft dat het onderzoeksbureau gedaan. Maar dat is uiteindelijk wel omdat we gezamenlijk die karren proberen te trekken. Ik vind wel dat juist de gemeente Almelo ver meegaat en mee probeert te denken om er wat moois voor te maken. Alleen het is natuurlijk er zitten wat hoofdpijndossiers in. Als je het vooral over bestemmingswet gaat hebben, dat klopt. Maar u bent wel enthousiast. U ziet het allemaal wel gebeuren. Ja, zeker. Nogmaals, 1,5 jaar geleden mee begonnen. En zoals we er nu bij staan. En zeker aan de voorhand dat ook de Polman portefeuille verkocht is. En dat er weer vers bloed aan tafel zit die ook graag wat moois van wil maken. Zijn we heel positief.